Negativiteit, stress, zorgen, gedachten. We hebben er elke dag mee te maken. Zo vaak houden onze gedachten ons bezig. Een stem in ons hoofd die ons vertelt dat we niet genoeg zijn. Dat we nooit zullen veranderen en dat we het toch niet kunnen. Hoe krijg je je gedachten nou onder controle zonder dat ze jou onder controle hebben? Ons leven beweegt zich altijd in de richting van onze sterkste gedachten. Ontdek wat jij kunt doen om ervoor te zorgen dat jouw sterkste gedachten jou vooruit helpen. En leer nieuwe tools die jou helpen meester te worden over jouw gedachten. Mastermind. Wie is hier een echte mastermind? Wie denkt dat hij echt een mastermind kan worden? Dat denk ik ook. Wie heeft wel eens zoiets dom gedaan dat je direct daarna dacht, hoe kon ik dat ooit doen? Zo van, ik had me echt voorgenomen om echt op mijn eten te letten. Ja, toen was de Koningsdag en toen kwamen die tompoes voorbij en na 2 seconden ging je al overstag. Meegemaakt? Of je had gezegd, ja, weet je wat, ik ga me financieel ga ik het echt anders doen. Hè? En na 6 dagen, dan gebeurt er wat op je werk. Iemand doet wat en die zegt wat tegen je. Je breekt helemaal en je denkt, je loopt langs de winkel en je denkt, nice. En je staat buiten en je hebt het alweer gekocht. Wel eens meegemaakt? Waarom doen we dat soort hele domme dingen? Wel eens over nagedacht? Waarom we dat doen? Ik denk dat het komt omdat er dan een gedachte komt aanwaaien. En we niet scherp genoeg zijn om te zeggen, hey, wacht eens even. Ik heb een keuze gemaakt om het niet te doen. Je vangt die gedachten. Hebben jullie afgelopen week gedachten gevangen, wat we afgesproken hadden? Ja? Hoeveel? 2. Goed, awesome. Om echt alert te zijn over wat er binnenkomt en wat niet oké is buiten de deur te houden, gevangen te nemen, te arresteren en vast te zetten. Want dat is waar het begint, om echt sterk te zijn in ons hoofd, om echt alert te zijn. Om ons bewustzijn te vergroten. We hebben een fantastisch vers vorige week daarover gelezen in 2 Korintiërs, waarin Paulus iets waanzinnigs schrijft. Hij zegt erover, ook al leven we in de wereld, deze wereld, Leiden of omstreken, we strijden niet met de middelen van de wereld. Want de wapens waarmee we strijden zijn niet van aardse makelij, zijn niet een of andere zelfhulpcursus of een zelfhulpboek, allemaal fantastische dingen. Nee, nog veel beter dan dat, zegt Paulus. Maar van goddelijke makelij. Echt zo'n, zo'n Avengers film, weet je, met van die superhero makelij wapens, weet je, echt van die lightsabers. Weet je, een beetje daar moet je aan denken. Zo powerful, zo sharp, net zoals Thor, weet je, die echt alleen maar zo doet, boef, en heeft hij dat ding in zijn arm, ken je dat? He, daar moet je een beetje, echt super powerful, daar moet je aan denken, oké. Van goddelijke makelij en in staat bolwerken te slopen. Nou, klinkt goed. Wie heeft wel eens een bolwerk in zijn hoofd en je denkt, oh my goodness, waar komt dat nou vandaan? Het zit al zo lang in mijn hersenen. Hoe kom ik er vanaf? Nou, daar gaan we het over hebben. We schuiven redeneringen terzijde en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis, oftewel waarheid van God. Als er een bolwerk over je in je hoofd zit, wat is een bolwerk? Zoiets als, ik doe er niet toe. Bij mij gaat altijd alles fout. Ik ben nergens goed in. Maar ik ben nergens goed voor. God heeft mij, kan mij echt niet gebruiken. Allemaal van dat soort leugens. Zijn dat bolwerken? Wel degelijk. Nou, wat is de kennis en de waarheid van God daarover? Nou, je hebt maar 1 woord nodig, toch? Awesome. Ik heb net een mok gekregen. Mag ik hem even hebben? Ja. It's okay to be awesome. Ja, net gehad. Super nice. Ja. Ook voor de kijkers thuis. Hè. Kijk, it's okay to be awesome. Ja. Dat is de waarheid van God. Er komt een bolwerk in je hoofd dat je er niet toe doet. Dat je niet oké bent. Dat je nooit voor God gebruikt kan worden. Maakt niet uit wat voor bolwerk in je hoofd zit. De waarheid van God is, jij bent oké, dat is wat we moeten weten. Maar hoe dan kunnen we nog veel beter die bolwerken oplossen? We nemen dus de waarheid van God en we nemen elke gedachte gevangen. Dus we hebben de waarheid van God en we nemen die gedachte, die bolwerk in je hoofd. Zeg, hey, matcht dat wel met de waarheid van God? God is 1 en al waarheid.
En als je dat bolwerk naar God legt, dan smelt het als smeel voor de zon. En we nemen die gedachte gevangen om dat te onderwerpen aan de waarheid van Jezus zelf. Is extreem powerful. En vorige week hebben we het dus over gehad om bewust te zijn. Hé, wat komt er nou binnen? En waar moet ik zeggen, tot hier en niet verder. En als het in je kop zit, al een hele tijd, jezelf af te vragen. Waarom denk ik dat eigenlijk? Wist je dat je dat kon? Je kunt over jezelf nadenken. Je kunt zelfs gedachten hebben over je eigen gedachten. Dat is cool, hè? En zo van, oh, wat denk ik eigenlijk? Waarom denk ik eigenlijk dat ik niet zwaar ben? Waarom denk ik nou dat ik nergens goed in ben? Waarom denk ik nou... Dat kunnen we allemaal doen om vast te stellen dat er niet thuis hoort. Dieren kunnen dat niet. Die kan niet zeggen, oh god, wat heb ik nou vervelend gedacht vandaag? Laat ik eens wat anders gaan denken. Nee, en die doet gewoon wat hij simpelweg moet doen, vanwege zijn instinct. Maar wij mensen hebben goddelijke tools gekregen. We hebben vorige week gezien, bewustzijn en zelfbewustzijn, om nou zelf te kijken en ons af te vragen, hey, wat denk ik nou op dit moment? Nou, ik heb jullie vorige week gevraagd om na te denken, hey, wat is nou één grote, sterke gedachte die je tegenhoudt? Want we hebben gezien dat datgene wat je het meeste denkt, dat is waar je leven naar toe gaat. Dus als jij denkt, ik ben niks, ik kan niks, God wil mij niet, mijn ouders vinden me echt een asshole, misschien ben je dat ook wel een klein beetje maar, hè? En echt bolwerk in je hoofd zitten. Als je dat de hele dag over jezelf denkt, waar gaat je leven dan naartoe? Dat je er niet toe doet, dat je niks voor elkaar krijgt en dat je ook niks voor elkaar gaat krijgen in je hele leven. Is dat Gods waarheid? Nee, Gods waarheid is, hij heeft je gemaakt met een doel, met een reden, gevuld met een fantastische ziel, waanzinnige persoonlijkheid, waanzinnige talenten, waanzinnig alles, om echt iets bijzonders door jou heen te doen. Klinkt goed? Dat is de waarheid. En we moeten ervoor zorgen dat die waarheid groter wordt in onze hersenpan. Klinkt niet hol, hè? Nee, er zit wat in. Bij jullie zit er ook wat in. Oké, dat is extreem belangrijk om die waarheid, die principes van God te snappen en te begrijpen, zodat ze echt iets veranderen in ons leven. Want zolang jij blijft denken in een leugen, blijft geloven in een leugen, dan zijn we gevangen in een leugen. Maar zolang we Gods waarheid laten doorsijpelen in ons leven, in ons hoofd, in ons hart, en een grote waarheid is dat God iets bijzonders met je wil doen, en je gaat er meer handen en voeten aan geven, als dat je sterkste gedachte is, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat God iets bijzonders met je doen. Want dan ga je zeggen, oké, maar wat zijn dan mijn talenten? En hoe kan ik die talenten vergroten? En hoe kan ik dan beter worden? Hoe kan ik meer skills krijgen? Hoe kan ik een team gaan vormen om daarheen echt te gaan bewegen? Deze kerk had er nooit geweest. Hadden Mirjam en ik, mijn vrouw, gezegd, wij gaan een kerk starten. En we stoppen pas als er meer dan 1000 man is. Anders had die kerk er nooit geweest. Weet je waarom die kerk al lang gestopt was? Het is te moeilijk. Er komen zoveel momenten, als je kerk bouwt, die zo taf zijn, die zo hard zijn, die zo slopend zijn, waarin je gedachten krijgt en gevoelens krijgt, of je denkt, ik ga dit nooit voor elkaar krijgen. Maar guess what? God zegt, ik doe het door jou heen. Ik zorg voor genoeg financiën, ik zorg voor genoeg mensen, ik zorg voor genoeg mensen met de juiste talenten. En als ik daar niet in had was gaan staan, als we met het lead-team en alle leiders niet daarin hadden gaan staan, stop je. Maar de waarheid is dat God voorziet, God verzorgt, hij leidt. En waar hij leidt, daarvoor zorgt hij altijd. Oké, we gaan het even een beetje dieper nemen. Zijn jullie klaar voor? Alright, ready? Oké, we gaan nog naar een waanzinnig vers kijken van Paulus. Paulus, die schrijft aan de Filippenzen iets bijzonders. Hij schrijft van alles links, rechts, hier en daar. En dan helemaal aan het eind van de brief, terwijl hij eigenlijk in een hele vervelende situatie zit, zou je eigenlijk verwachten, oh ja, PS. Het is zo moeilijk. Het is zo lastig. En ik zie het niet meer zitten. En ja, jullie moeten een beetje medelijden met me. Dat zou ik doen, denk ik. Ja, je moet toch even aan iemand kwijt dat het allemaal een beetje lastig en moeilijk gaat en dan hier een beetje te ventileren, toch? Dan schrijft hij aan het eind van die brief iets heel anders. Hij zit in het diepst van de put, in het zwaarste plek van zijn leven. En dan zegt hij, weet je wat je moet doen? Dan komt hij. Dat is het beste advies wat hij kan geven. Broeders en zusters, buddies, zegt hij eigenlijk.
Richt daarom je gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig en zuiver is. Hij had kunnen zeggen, ik ben zo zielig en ik snap niet waarom die mensen me gevangen hebben. En ik weet niet waarom dit gebeurt en ik vind het zo vervelend dat het eten is niet tevreden. En de mensen om mij heen is helemaal niks in die cel. Had hij kunnen doen, toch? Doe jij dat wel eens? Doe ik dat wel eens? Oh, yes! Nee, zegt hij. Paulus zegt, je kan dat doen. Je kan ook meegaan met de rollen van je werk. Hè? Met de reorganisatie van je werk. Mijn manager is een eikel, mijn collega is een zak. Is allemaal zwaar scheid, toch? Easy, toch? Paulus zegt, dat kan je doen. Maar is het eervol? Is het echt? Is het waardevol? Paulus zegt, nee. Dus hij zegt, richt je gedachten niet daarop, maar richt je gedachten op... wat goed en bekend staat. Kortom, alles wat deugdzaam is en loffelijk is. Dus als je ergens in zit en je maakt iets mee, alles in jou schreeuwt, I don't like it. En als je niet uitkijkt, zeg je elke seconde, elke minuut, elke uur van de dag, I don't like it. Maar wat Paulus hier zegt, gaat zoveel dieper. Hij zegt, inderdaad, het is misschien niet cool, maar de waarheid is... dat je misschien wel kan doorbreken. De waarheid is dat jij misschien wel als enige persoon op je werk... of in je gezin of in je smoel of in je team... alles op een nieuw level kan brengen. En dat is precies wat Paulus deed. Hij dacht niet van, oh, er komt weer een gedachte, het is zo vervelend. Oh, het is hier koud, oh, het eten is zo slecht. En het was allemaal waar. Hij zei, ik laat het niet toe. Ik neem al die gedachten gevangen. En ik richt me op de dingen die eervol zijn. Ik wil daar nog een kerk planten. En ik wil de Filippenzen nog wat laatste gedachten meegeven. Zodat het ze helpt, zodat het ze opbouwt, zodat ze verder komen. En dat kan ons helpen om precies hetzelfde te doen. Als jij op je situatie zit in je... Bedoel, we hebben allemaal een situatie, toch? Zeggen, weet je wat? Ik laat niet toe. Sterker nog, ik ga ervoor zorgen dat deze situatie verandert. Terug naar deze tijd. Gisteren dodenherdenking. En vandaag... vrijheid. Als we echt vrij willen zijn, begint in je hoofd. Waardoor kwam überhaupt al die ellende van de Tweede Wereldoorlog en al die oorlogen wat we herdacht hebben? Door crazy gedachten van vaak maar één persoon. Maar als één persoon zoveel kan aanrichten negatief, kan dan één persoon zoveel aanrichten positief? Wel degelijk. Andere vraag. Zijn we van nature veel meer geneigd om negatief te denken? Of zijn we van nature veel meer geneigd om positief te denken? Negatief. We leven in een lichaam en een wereld. We leven in een lichaam en een wereld. Is jouw lichaam en de wereld perfect of niet perfect? Niet perfect. We leven in een zondig lichaam. Ik wil niet zeggen dat jij fout bent, dat is iets heel anders. God vindt jou waanzinnig. Alleen jij weet net zo goed als ik, zeker als je 42 bent... dat je lichaam niet altijd meer doet wat hij moet doen. Laat staan die mensen die veel ouder zijn als hier. Die zitten meestal in die hoek, weet je. Die denken, ja Arie, ik weet het. Je hebt helemaal gelijk, dat is de waarheid. Hè? Ons lichaam is niet perfect. Dus van nature zullen we eerder negatief denken. Oh, het is zo donker, het is zo vervelend, het is niet zo nice. En wat Paulus hier zegt met dit vers is... ja, dat is van nature zo, maar wie bepaalt wat jij denkt? Jij bepaalt. Wat je denkt. En niemand anders. Dat is precies wat Paulus zegt. We hebben een sterke geest van God gekregen. Ja, je lichaam schreeuwt. Oh, ik wil eten. Ik wil meer geld uitgeven. Ik wil meer zin. Maar jij zegt. Ik bepaal wat ik doe. Oké, we gaan het nog even een laagje dieper nemen. Ja? Tweede Wereldoorlog. Viktor Frankl, Oostenrijk. Neuroloog en psychiater. Wordt gevangen genomen, alles afgenomen, naam afgenomen, kleding afgenomen. Hij heeft alleen nog maar een nummer op zijn arm. Wat zou jij dan denken als je in zo'n situatie zit? Ik zit hier, mijn vrouw is weg, wie ben ik nog? En gaat de wereld dan ten onder bijna voor jezelf? Ik denk het wel. Maar Viktor Frankl... die dacht, ze kunnen me alles afnemen. Mijn kleding, mijn wereld, mijn naam, ze kunnen me een nummer geven. Maar wil niet zeggen dat ik gevangen zit.
En hij was de vrijste man in het hele kamp ooit. Sterker nog, hij hielp zijn mede-buddies in het kamp. Hey guys, we kunnen lopen klagen, we kunnen lopen dit, maar we zijn vrij. Dat hek bepaalt niet of we gevangen zitten, ja of nee. Dat nummer bepaalt niet of ik gevangen ben, ja of nee. Wij zijn vrij. Dat werd zo erg dat er zelfs Duitse bewakers die buiten het hek stonden vroegen aan Viktor Frankl: hey, hoe kan je zo vrij zijn? Leer ons dat. Kun je je voorstellen? Is powerful of niet? Omdat ze snapten wat Paulus zei. Richt je op de dingen die waar, eerlijk en de waarheid zijn. Viktor Frankl wist: mijn God is altijd bij me. Hij leeft in mij. Hij heeft me gemaakt. Hij heeft alles onder controle. En wat er ook gebeurt, God is bij me. Dat is echt de vrijheid. Lees een boek als je wilt. Vrijheid begint in je hoofd door dingen tegen te houden. Zeg tot hier en niet verder. Ik arresteer je en terug in je hok. Oké, we gaan het nog een laagje dieper nemen. Waar moet je dan beginnen? Het begint bij je gedachten. Noem het gebed, noem het meditatie. Nee, je zit hier niet bij de yoga. Meditatie, ik heb er even iets meegenomen. Is niet meer en niet minder dan bezig zijn met mentale oefening om je gedachten te focussen, is het sleutelwoord. Hoe lang kun jij focussen? Als ik begin te bidden, ben ik na 2 minuten alweer weg, weet je. Oh my god. Maar focus is alles. Want je gedachten focussen is als pokon, is als kunstmest, is als een Red Bull. Poef, het verandert dingen letterlijk fysiek in je hoofd. We gaan er naar kijken. En als je gaat focussen op je sterkste gedachten, en die gedachte wordt het sterkste in je leven, dat is waar je leven heen gaat. Oké, volgende slide. Laten we snel doorgaan. Het wordt echt super spannend. Zijn jullie er klaar voor? Oké, want we zijn nog maar net begonnen. Oké, dus vorige week hebben we gezien, je moet bewuster worden en gaan zien wat je moet gaan doen. Nou, wat we moeten gaan doen is, we moeten informatie gaan verzamelen. Oké, je moet gaan zien, ik weet dat er dus dingen komen, ik weet dat er gedachten komen. Waar komen die door binnen? Ja, ook door je mond. Dat is het eerste waar je aan denkt, eten. Maar ik heb het niet alleen over je mond. We hebben 5 zintuigen. Ogen, oren, neus en hand om tasten. Er komt zoveel informatie binnen. Je voelt iets en je denkt, mijn ouders komen aanrijden. Slecht nieuws. Vanwege iets misschien wat ze tegen jou gedaan hebben. Je ruikt iets. En je gaat terug naar die ene situatie die jou zoveel pijn gedaan heeft. Je ziet iets en je associeert het met die ene diepe herinnering waarin het fout gegaan is. Dus we moeten dingen verzamelen. We verzamelen dus niet alleen die via onze zintuigen, maar we moeten ook verzamelen uit onze diepste geheugen. Uit het verleden, dingen die je pijn hebben gedaan. Die diepst in je geheugen geworteld zitten. Want dat is wat elke keer jouw nieuwe gedachten geeft. Gaan we zo naar kijken. Oké, als je alles verzameld hebt, dit moet je elke dag doen. Hebben we even de slide met die 5... Steef, ja. Verzamelen. Je moet elke dag, laat het maar staan. Verzamelen, gerichte reflectie, schrijven, terugkijken, doen. Als je dit elke dag doet, met die vorige week gevraagd 1 gedachte te nemen, toch? Wat je het meeste tegenhoudt. Als je die gedachte de komende 21 dagen neemt en je gaat verzamelen, waarom denk ik dit? Wat gebeurt er? Waar is die de aanleiding voor? Wat voel ik? Wat zie ik erbij? Als je dat elke dag gaat verzamelen, 2 minuutjes verzamelen, 2 minuten gericht reflectie, denken. Waarom denk je dat? Wat voor waarheid wil je er tegenover zitten? We gaan ze zo stuk voor stuk nemen, doornemen. Je gaat erover dingen schrijven, je gaat terugkijken en doen. Als je het elke dag doet, alles 2 minuten, is maar een kwartiertje. Wie heeft er een kwartiertje per dag? Voor het belangrijkste van je leven, je gedachten. Daar zit de magic. Focus. Oké. Dus je gaat verzamelen. Als we gericht willen reflecteren, dan moeten we dus doorhebben dat ons brein werkt op 3 levels. Het eerste is de output level. Het gaat dingen uit, maar er komen ook dingen in. Als er dingen uitkomen, heb je daar dan over nagedacht? Ik hoop het wel. Soms niet, ja. Wat zei ik nou? Oké. Dus dat is waar het begint. Het volgende level, waar we nu allemaal echt bewust van zijn, is gewoon wat je nu denkt.
He, je denkt nu, oh, laat ik mijn mond maar dicht houden. Zo'n denkt, ik wil zoveel dingen zeggen, maar laat ik mijn mond maar gewoon dicht houden. Ja, zo werkt het, precies. We kennen elkaar wat langer, ginger power. Oké. Dus gerichte reflectie moeten we weten. Oké, ons bewustzijn level is wat je nu denkt. Er zit ongeveer 1 tot 10% zit daar maar van je hersencapaciteit. Jij denkt dat je heel veel denkt, maar je gebruikt je hersens maar nog even voor geen 10%. Aantal acties per seconde zijn er 2000. Alles van wat je leert is maar 10% wordt daar opgeslagen. Van wat je nu een beetje gewoon hardop aan het nadenken bent. Het belangrijkste level zit nog veel dieper. Dat is het onderbewustzijnslevel. Schrik niet van de aantallen. Komt-ie. Oh, sorry, ik moet deze nog hebben. Gedachten gebeuren in plaats en gedachten over je gedachten. Dus in je bewustzijnslevel kun jij nu denken, wat denk ik nu eigenlijk? Oh, dat is eigenlijk wel fijn wat ik nu denk. Punt. Cool, hè? Oké. Volgende level. Het onderbewustzijnslevel. Dit is echt magic. 90 tot 99% van je hersenactiviteit vindt daar plaats. Heb jij nu niet door? Iets in je onderbewustzijn. Per seconde, 1 seconde, 2 seconden, 3 seconden, 4 seconden, 400 miljard acties per seconde. Over je darmen, over je ademhaling, over wie je bent, over wat je doet. 400 miljard. 1, 2, 3. Kan je je voorstellen? Je lichaam is waanzinnig. Of niet? God heeft je zo fantastisch gemaakt. Alleen dat dan moet je... Oeh, I'm awesome. Oké. Sorry. 90% van wat je leert zit in je onderbewustzijn. Diepe gedachten zitten daar. Nu komt-ie. De wortel van de gedachten die je elke dag hebt, komt uit je onderbewustzijn. Alles wat je de afgelopen jaren geleerd hebt, zit in je onderbewustzijn. Kan je het naar boven halen naar je bewustzijn? Kan je dingen naar boven halen wat 5 jaar geleden gebeurd is, 10 jaar geleden, 20 jaar gebeurd is? Precies. Je haalt het van je onderbewustzijn naar je bewustzijn. Maar de wortel, alles wat je nu denkt, wordt bepaald van de afgelopen 10, 20, 30, 40, 50, 60 jaar. Of je het nou wil of niet. Oké. Hebben we hem? Is ontzettend belangrijk als het gaat om reflectie. We gaan er zo nog een stukje op door. Oké. Wat cool is het werkt in 2 richtingen. He, van buiten naar binnen, er komen reflecties, je ziet dingen, je ruikt dingen. Het komt in je bewustzijn. En als je echt iets heel heftig ziet, denk je, wauw. Maar als het zo heftig is, dan komt het in je onderbewustzijn. En er hoeft maar eens zo'nzelfde moment weer te gebeuren. Iets te zien, iets te ruiken of te voelen. En je hebt gelijk weer die associatie. Maar je kunt het, dat is het goede nieuws, ook omdraaien. Als je je onderbewustzijn diepe waarheden gaat planten, ga je anders denken, ga je anders praten, ruiken, voelen en doen. Klinkt goed? Dat is het goede nieuws. Oké. Iemand wel eens een doorsnee van hersenen gezien? Nou, wil ik ook niet. Ik heb een net plaatje meegenomen. Juist. Als je een slice neemt van je hersenen, dit zijn opgeslagen gedachten. Cool? Als je iets wil opslaan, een pdfje, een Word-document of een foto, wat heb je dan nodig? Ja, je geheugen, je harde schijf, een USB-stick of wat ook. Dit is jouw USB-stick. Die is helemaal leeg. En als je een ervaring hebt, een nieuwe ervaring, je leert iets, een diepe gedachte die je maar blijft herhalen, dan wordt er een zenuwbaan aangemaakt. Cool? Fysiek zichtbaar en tastbaar, met eiwitten. Ja, veel eiwitten eten. Nee, grapje. Er wordt zichtbaar iets aangemaakt. En hoe vaker je die gedachten maakt, des te groter die boom in je hoofd wordt. Dat is goed nieuws en dat is slecht nieuws. Hoe vaker je negatief denkt, hoe meer negatieve bomen je in je hoofd hebt, toch? Het goede nieuws is, hoe vaker je positief denkt en je diepe waarheden in je onderbewustzijn geplant hebt, God houdt van me. En je leeft er ook echt uit. Hij is mijn verzorger en je leeft er ook uit. Hij is mijn leidsman en je leeft er ook echt uit. Wordt daarmee elke dag je gedachten gevoed en gaat je leven ergens anders heen. Oké, diep denken is leren. En leren is je hersenen fysiek veranderen. Wie heeft er op school gezeten? Gelukkig. Op school heb je zoveel geleerd en staat allemaal, bijna allemaal, nog steeds op je harde schijf. Want je kunt allemaal leren, je kunt allemaal schrijven, je kunt allemaal praten. Je hebt zoveel geleerd, het staat allemaal op die harde schijf. En nu komt het koelen.
Als je vandaag, nu, een waarheid zet tegenover de leugen die jou het sterkst tegenhoudt, zeg, ik heb moeite met God te vertrouwen. Ik weet niet waar het leger heen gaat, ik ben echt angstig. En als de waarheid is, God is mijn leidsman, mijn verzorger, hij heeft alles in de hand. Als je daarop gaat reflecteren, als je daarop gaat nadenken, dan komt er een nieuwe zenuwbaan in je hoofd. En dat ziet er als volgt uit na 7 dagen. Kunnen we die zien? Die stuks, juist. Als je gaat nadenken over die ene gedachte, gedachte is geen lucht, het zijn stroompjes, het is chemie. En dat wil vastleggen, er wordt er na 7 dagen, komt er zo'n bultje noemen ze dat, een bultje. Als je die gedachte langer hebt en vaker herhaalt, na 7 tot 14 dagen wordt het een, wat ziet eruit als een lolly. Hij is niet zo groot als een lolly, want zo groot is je hoofd niet, maar zo ziet het er wetenschappelijk uit. Als je nog een keer 7 dagen extra die gedachten hebt, en je neemt er een paar minuten per dag de tijd voor, dan ziet het er 21 dagen uit als een paddenstoel. Als de paddenstoel is, nee, jij bent geen paddenstoel. Soms moet je duidelijk zijn, hè? Oké, 's ochtends snap je dat, 's avonds moet je dat. Oké. Als een paddenstoel is, nu komt hij. Als een paddenstoel is, heeft het alle potentie om blijvend in je hoofd te blijven zitten. Als je na 21 dagen het niet goed verzorgt en geen gedachten meer over hebt over die waarheid, wordt hij ook weer afgebroken en is weer weg. Oftewel, je vergeet het. Als je vergeet dat God je leidsman is, dan maak je je morgen weer zorgen, toch? Als je nu vergeet dat God je verzorger is, dan heb je morgen weer stress. Maar als je morgen weer nadenkt, God is mijn verzorger en ik hoef me geen zorgen te maken, dan wordt die waarheid in je hoofd fysiek zichtbaar en tastbaar groter. Niet in je middelste bewustzijn, maar in je onderbewustzijn. En als God echt je verzorger is, echt je leidsman, echt alles is wat het is, dan ga je anders, letterlijk anders denken, maar je gaat je ook anders gedragen. Want dat is de sterkste gedachte die je hebt en dat is waar je leven naartoe gaat. Hebben we hem? Is zo ongelooflijk cruciaal. Snappen we nu waarom we hier elke week zijn om Gods waarheden te zien en daarover na te denken, zodat die groter wordt in ons hoofd? En nu komt hij. Je ziet dat zelfs in de psalmen, hadden mensen in het Oude Testament of het Nieuwe Testament door wat de wetenschap was? Nee, want het is pas van de laatste 100 jaar dat we dit soort dingen weten. Maar God had gezegd in zijn woord, als je nou dit doet en dat doet en zus doet en zo doet, wist God de wetenschappelijke kant achter het hele verhaal? Die wel. Kon hij dat uitleggen aan de mensen van die tijd? Nee, dat is waarschijnlijk gezegd, nou, ik ga eigenlijk wel een beetje twijfelen hoor, aan je God. Dat kan echt niet, zoveel als heel veel mensen deden, twijfelde aan de wetenschap. Maar de wetenschap heeft nu laten zien dat wij zo in elkaar zitten. En God heeft ons zo gemaakt. En mensen als David, lees een psalm, komt ie. Uw regels wil ik overdenken. Waarom wilde hij dat? Omdat God had gezegd, prent mijn regels en mijn wetten inleest in het Oude Testament. Hij kon niet uitleggen wetenschappelijk aan de mensen waarvoor, maar God wist het. En als je dat doet, worden die grote waarheden groter. Het oog op uw paden gericht, ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten. Wat we niet moeten vergeten is, als je morgen stress hebt over wat er gaat gebeuren. En je zegt, nee, God is bij me. Dan verandert je leven. Had ik dat niet elke dag gedaan, de afgelopen 8 jaar met deze kerkbouwer, had ik hier ook niet meer gestaan. Het is te taf, maar als je die waarde hebt, je plant ze in je hoofd en je gaat er naar leven, wordt alles anders. Psalm zegt, ik denk terug aan vroeger, ik denk aan al uw wonderen, aan alles wat u heeft gedaan. Je moet erover nadenken. Lees die Bijbel over al die verhalen van God, over Israël, over David, over Saul, wat hij door hun deed. Hey, maar als God dat door hun heen kan doen, kan hij dat ook door mij heen doen. En jij denkt dan misschien, ja, maar ik ben niet zo'n braaf ventje. Neem de beste helden van het Oude Testament, daar ben jij nog een bloedje bij. Het zijn moordenaars, mensen die overspel plegen. Dingen die jij waarschijnlijk nooit van je leven gaat doen. Dat soort mensen gebruikt God, niet omdat ze dat gedaan hebben, maar omdat ze simpelweg beschikbaar waren. Dat is goed nieuws. Oké, we gaan door. Hebben jullie meegeschreven?
als je het gedaan hebt, super smart. Want als je dagelijks deze vijf dingen doet, je gaat verzamelen, je gaat gericht reflecteren, je gedachten zeggen, hé, God is mijn verzorger. Dat is de waarheid. Dat betekent dat ik me daar geen zorgen over te maken, dat dat goed komt en dat hij daarin gaat voorzien en dat hij dat gaat regelen. En als we dan beginnen te schrijven, die schrijft hij, blijft. Dan gebeurt er iets waanzinnigs in je hoofd. Als je schrijft, dan schrijf je eigenlijk mee. Dan schrijf je eigenlijk mee in je hoofd. Het wordt zo'n beetje gespiegeld. Als je schrijft op je laptop, als je schrijft op een papier, als je schrijft op je smartphone, dan wordt het gespiegeld in je hoofd. En om te kunnen schrijven, heb je zoveel gebieden in je hersenen nodig, dat als je gaat schrijven, je al die gebieden zijn allemaal aan het werk om die informatie vast te leggen, die informatie te processen, dat je het veel beter vasthoudt. Wie wil er morgen dezelfde fout maken als vandaag? Niemand toch? Maar we schrijven heel veel dingen niet op, want dan zeggen we, ik onthoud het wel. Ja, sommige dingen zijn zo pijnlijk dat we die wel onthouden. Maar we moeten de dingen voor zijn. We moeten niet dingen leren als we fout hebben gedaan. We moeten de dingen voor zijn. Dat is waarom we hier zitten. Proactief waarheden leren, zodat we fouten voorkomen in ons leven. Financieel, relationeel, seksueel. Het maakt niet uit wat voor pagina je zit in het leven. We zijn hier om te ontrafelen wie God is. Om te ontrafelen wat voor principes van het leven hij gemaakt heeft. Om die waarheid in ons hoofd te stampen, zodat we niet in de problemen komen. En als je hier zit, ben je een held. Ik ben hier om Gods waarheden te leren. Om problemen te voorkomen. Dat is wat God wil doen. En dat is wat ik God zie doen. Schrijf, schrijf. En dat gaat niet als zo'n zakenknulletje of zakenvrouwtje. Alles heel net boekje, allemaal lijntjes. Maar neem een boek blanco. Neem een hele etui met kleuren en dingen. Maak wolkjes, maak dingen. Schrijf alles op wat je denkt, doet, vindt. Schrijf het op. Ik denk dit. Of ik wil dat denken. Dit zijn Gods waarheden. Waarom zijn dat waar? Wat voor effect heeft dat op mijn leven? Zodat het groter wordt en groter wordt en groter wordt. Nou, in het begin is dat een beetje gek om nieuwe dingen te gaan doen. Wie doet graag elke dag nieuwe dingen? Die veel groter zijn dan jij. Dat zelfs jij daar een beetje denkt van, oeh, dit is wel spannend. Je bent gewoon echt de held, hè, jij. Dan heb je grotere uitdagingen nodig. Ja, zo gaat dat. Alle nieuwe dingen zijn een beetje awkward, toch? Maar als je nieuwe dingen gaat doen, dan worden ze bijzonder in ons leven. Maar we zijn nog niet bij doen. We gaan eerst terugkijken. Terugkijken is heel belangrijk. Dus al die dingen die je opgeschreven hebt, kun je terugkijken als je ze opgeschreven hebt. En als je elke dag daarmee bezig bent, 21 dagen lang, over één gedachte, hè, die je tegenhoudt. Nee, maar één, 21 dagen lang. En je kijkt, oké, dat heb ik opgeschreven, wat vind ik er nu van? En ik sta nu hier, 7 dagen later. Waar wil ik over 14 dagen staan? Wat wil ik dan in mijn gedachten gepland hebben? Hoe ziet het eruit? Wat voor gewoonten horen erbij? Zodat het echt voet krijgt in jouw leven. Nieuwe gedachten. Gebruik de hele 21 dagen om te schrijven, dingen te noteren, dingen te zien, dingen te snappen. En ga niet terug naar die negatieve gedachten. We hebben gezegd, negatief is niet goed. Over afgesloten. Daartegenover staat de waarheid. God houdt van me, hij leidt me. Ik ben awesome, ik ben freaking awesome. En waarom is dat zo? Omdat het laatste is het belangrijkste. Doen. De Bijbel zegt, een geloof zonder daden is een doodgeloof. En dan denk je, die God is wel streng, hè? Nee, hij is de beste, slimste wetenschapper ter wereld, want hij heeft je gemaakt. Omdat pas als we gaan doen, wordt die hele negatieve gedachte, al die dingen trouwens, verzamelen, gericht reflecteren, schrijven, terugkijken, zorgen ervoor dat alle vetjes en eiwitten om die negatieve gedachten, om die negatieve boom, week worden. Met serotonine, dopamine.
En als je het gaat doen, je nieuwe actie, je nieuwe gedachte, die nieuwe waarheid, wordt letterlijk elke dag, in die 21 dagen en langer, 21 dagen en langer, wordt die oude gedachte, die eiwitten, die vetten, worden gebruikt om die nieuwe gedachte, die nieuwe boom op te bouwen. Dus pas als je het gaat doen, verandert er echt iets in je hoofd. Dan verdwijnt die boom met negatieve gedachten. En dan komt die nieuwe boom, die bubbel, die lollipop, die paddenstoel, wordt groter. Maar je moet het doen. Dus denken, ja, ik heb iemand kwaad gedaan en ik zou ze moeten vergeven en in mijn hart heb ik het ook vergeven, dan moet je het ook echt doen, naar die persoon toe gaan. Arien, vergeef me! En dan, hoe voel je je dan? Woe! Maar tot die tijd zit het in je hoofd. Dat je denkt, ja, als je het financieel anders wil gaan doen, dan moet je morgen financieel het ook echt anders gaan doen. Als je nu negatief van jezelf denkt, wat moet je dan morgen gaan doen? Ik denk niet meer negatief over mezelf. God houdt van me. Als je je vandaag zorgen maakt, wat moet je dan morgen gaan doen? Ik maak me geen zorgen meer, want God is mijn verzorger. Ik heb duizenden redenen als voorganger van een kerk, een groeiende kerk met locaties, om me elke dag zorgen over te maken. Ik heb 3 dochters. Ik kan me echt zorgen maken welke 3 mannen er ooit om je hand komen vragen. Oké, ik ben er klaar voor. Ik heb een knuppel thuis. Voor de zekerheid. Maar er zijn zoveel dingen waar ik me zorgen over kan maken. En ik heb gezegd, God is mijn verzorger. En ik twijfel niet aan, ik sta daarin. En ik doe wat hij van me vraagt. Arie, we gaan een musical doen. Ja, maar weet je wat het kost? Weet je wat voor mensen daarvoor moeten hebben? Hey, het gaat echt niet. God, als u het vraagt, dan doe ik het. U bent mijn verzorger. Arie, laten we een nieuwe locatie gaan doen in Amsterdam. Ja, Amsterdam, hallo. Kunnen we niet naar Rotterdam? Amsterdam. Ja, maar dan moet ik er elke week heen. Maak tijd in je agenda. Laten we zien wat er gebeurt. Gebeuren de coole dingen, Rees? Awesome. Je kan je zorgen maken over duizenden dingen. Maar plant waarheden diep, diep, diep in je hoofd. Gods waarheden. Over jou, over de mensen om je heen en alles wat je bent. Ik heb grote waarheden in mijn leven geplant. Jezus is mijn alles. Mijn vrouw is alles. Mijn kids, die helpen nog beter te worden als ik. Deze kerk sterf ik voor. Dat is wat ik wil zijn. Dat is wat ik wil leven. Omdat ik weet, daar komt leven uit. Diep in mijn brein. Niemand die me dat kan afnemen. Dat is wat je sterk maakt. God in je hart. En zijn waarheden. Diep verborgen in je hoofd. En niemand die ze van je kan afpakken. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel dat u ons zo ongelooflijk magisch gemaakt heeft. Nou, vanavond vinden we onszelf echt een superheld. En Avengers Endgame is wel oké. En Heer, dank u wel omdat u ons zo bijzonder gemaakt heeft, we het ook verkeerd kunnen inzetten. Als we niet opletten, als we niet scherp zijn, dat er gedachten komen in dit leven. Want het is een uitdagend leven. Het is een spannend leven. En alle reden om ons soms zorgen te maken, te twijfelen. Twijfelen aan onszelf, te twijfelen aan de mensen om ons heen. Omdat we onszelf zo vaak pijn doen en elkaar zo vaak pijn doen. Heer, maar als we onze gedachten echt op scherp zetten en diepe, diepe waarheden van u in ons hoofd en hart dragen, dan weten we wie wij zijn in u. Dan weten we wie anderen zijn, omdat u van hen houdt. En kunnen we ons leven daarheen brengen waar het echt moet zijn. Jezus, dank u wel voor deze praktische punten. Help ons om morgen, een dinsdag, een woensdag,
en donderdag. De rest van ons leven sharp te zijn op onze gedachten. En alle crap en negatieve gedachten die op ons afkomen, door wat voor situatie of mensen ook, te arresteren, gevangen te zetten en niet toe te laten. Maar uw waarheden in ons hoofd en ons hart alleen maar te laten groeien. Over wie wij zijn, over wie u bent. Niet eens wat u voor ons deed aan het kruis. Hoe overweldigend is dat? Als we nu nog twijfelen voor een God die van ons houdt, hoeven we alleen maar naar het kruis te kijken. Dat is de waarheid. En u heeft er nog zoveel meer en we willen ontdekken wat uw waarheden zijn. Door uw woord te lezen, erover na te denken, naar een celebration te gaan, in een small group te zitten, op zoek naar waarheid. Het leven samen te doen. Samen sterk te zijn. Zodat u ons allemaal stuk voor stuk kan gebruiken. En iets kan bewegen in deze wereld. Want u bent geïnteresseerd in ons succes. En geeft ons alle gereedschappen en tools om dat mogelijk te maken. Dank u wel. Amen. Speciaal voor jullie hebben we een hele coole website gemaakt. iShift-leiden.nl/mastermind. Er komen alle podcasts op. Er staat ook een lijst op met nu ongeveer 50 Bijbelversen, waarheden, beloften van God. Download hem, lees ze door en kijk, zit er ergens een waarheid in die ik nu kan gebruiken? Die ik kan planten diep in je gedachten. En de komende weken gaan we die lijst aanvullen tot 365 Bijbelversen. Zodat je kan kiezen naar elke dag eentje te planten in je hoofd en in je hart.